our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Mijn mobiel op. Nou ja, jullie weten dat ik een hoesje eraan heb met een ring, maar die ring, ja, dat is één deel. En dat is het tweede deel. Ja, dat is de ring. En nou maar twee pleistertjes eroverheen, want dat doet natuurlijk zeer. Er zit een heel scherp puntje. Ik denk, ja, ik wil me niet zeer doen. En ik, voordat ja, u, maar leugens, ik weet wat leugens zijn. Ik spreek enkel met de waarheid. Voordat u hierin tegen gaat spreken of wat dan ook. Ik bedoel het echt met een liefdevol hart. Ja, ik werk ook uit mijn hart. Maar er zijn ook demonen die er alles aan doen om ons gewoon echt te verhouden. Ja, maar naar demonen moet je niet luisteren, lieve schat. Klopt. Nou dan, dat doe ik ook niet. Hallo lieve vrienden en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds, ja hoor, dinsdag de 12e van de 3e 2024 en we leven om reeds alweer 15:33. Ja, nou zoek ik mijn mobiel weer, die ligt daar. Ik moet hem even pakken. Ja, dan moet ik hier weer weg zien te komen. Ja, vannacht gebeurde er wat met mijn mobiel. En ik ving hem op. Ja, ik ving hem op. Er ligt nog wat. Ja, er ligt nog wat. Dan zeg ik meestal nog wat. Ik ving mijn mobiel op. Nou ja, jullie weten dat ik een hoesje eraan heb met een ring. Maar die ring, ja, dat is één deel. En dat is het tweede deel. Ja, dat is de ring. En nou maar twee pleistertjes eroverheen, want dat doet natuurlijk zeer. Er zit een heel scherp puntje. Ik denk, ja, ik wil me niet zeer doen. Dus ja, ik moet een nieuw hoesje halen. Deze is Kaduki. En deze, ja, die knalrooie, nou ja, dat behoort in het midden. En dan, ja, dan is dat zo die ring, hè. Dus ja, dat kan weg. En moet een nieuwe... Ah, nou, jeetje, Corina toch. Ha! Maar ja, gaat ook allemaal wel weer voorbij. Ik heb gewoon even een niesbui in hoe dat komt. Ik ben niet verkouden, niks. Nee, echt niet. Geurtje in mijn neus, ja. Moeder Maria. Ja. Dat komt door mijn eigen geurtje. Ja. En ik moet even niezen. Ja, kan gebeuren. Ja, toch? En ik heb mijn haar. Kijk, ik ben weer lekker schoon helemaal. Ja. En mijn haar, nou ja, dat stond voor geen meter meer. Dat stond alle kanten behalve de goeie. Dus ik denk, nou, hup, gelijk ook maar even doen. En dan zijn we weer helemaal schoon. Ja. En wat is er nou te snuffelen, mijn liefje? Ja. We gaan weer even lopen. En daarna ga ik eventjes de stad in. Sowieso een nieuw hoedje halen. Ja, dat moet toch even gedaan worden, hè? Ja, dan wil ik eentje eromheen hebben die stuk is. Dus dan moet ik even naar de Beatrixstraat daarheen. En ja, of mijn eigen dinges. Maar of die hoesjes heb voor mijn telefoon, ik geloof het niet. Dat heeft enkel diegene op de Beatrixstraat, zover ik weet. Maar ja. Kan nou helemaal gebeuren, maar gebeurt bij iedereen wel eens dat ze een nieuw hoesje moeten hebben, ja. Maar ja, ik ving hem gelukkig op. Ik dacht, oh mijn hemel. Ja, en toen had ik mijn handen. Maar ook mijn ring had ik aan mijn vinger nog hangen. Ja, geweldig. Want ja, ik loop er altijd zo mee ook naar boven aan, die ring. Want dan kan ik me ook vasthouden aan de leuning. Ja, toen ik...
knalde er iedereen ineens er vanaf. Dus, maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, ja, het is heel vreemd weer. Dan is er weer zon, dan is het weer bewolkt. Dan trekt het weer dicht en dan is het weer blauw. Ja, hoe dan? Trek nou weer dicht. Heel vreemd. Maar ja, in ieder geval, lieve vrienden. Geniet van je dag. Gaan wij hier verder ook weer eventjes lekker doen. Hé, meisjes? Ja. En ik had nog niet eerder gefilmd, want ik had het futter niet voor, want ja, ik liep hier ook door de kamer met hoofdpijn. Ik denk, bekijk het allemaal maar. Het is nou gezakt, dus ik denk, nou, pak jullie er nou maar eens even bij. Ja. Hé, meisje lief? Jij? Ja. Dus ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Toedeledokies. Nou, lieve vrienden, jullie zien het. Ze zijn dus inderdaad weer begonnen, maar ze hebben de hele boel deze kant op gezet. Dus ja, die kant van de Beatrixstraat is dus, nou ja, bezet. Daar ook kun je niet meer fietsen. Ja, moet je daarover gaan wat die vrouw doet. Die heeft trouwens leuk haar, blauw. Maar in ieder geval, daar ook kun je niet meer fietsen. Daar staat een verkeersregelaar. En daar ook kun je ook kijken. Moeten we even wachten, want er komt een auto aan. En nog een paar fietsers komen eraan. En dan kunnen we hier ook kijken. Ja, voor hoe lang het duurt. Ja. Een boekje. Als jij niks te doen hebt, nu de ketel. Er staat alles in over hoe. Ja, en daar staat het Beatrixstraat afgesloten voor autoverkeer met ingang van 11 maart. En ja. Ja, wat er gebeurt in de geest. Voor hoe lang, ja, weet ik veel. 7H, wat betekent 7H? 7 uur. Oh, 7 uur. Willen ze dan wel weer hier weghalen of zo? Nee, toch? Wat weet ik. 7 uur is morgens. Daar gaat het in. Oh, oké. Maar ja, in ieder geval. Ze zijn in ieder geval weer druk bezig. Mag ik u volgens in de tas om? Ja hoor. Waar gaat het over? Over occultisme. De wie? Occultisme. Wat is dat? Nou, dat dat dus tegen het geloof van God in gaat. Wij zijn christen. Ja, ik ben ook een christen. Ik ben baptist, maar ik ben ook een heks. Oh. Dat kan niet. Ja, dat kan wel. Nee. Ja hoor, kijk maar. De duisternis gaat niet samen met het licht. Jawel, jawel. Het ligt er helemaal aan wat voor een heks je bent. En ik ben de goede heks. Maar ik werk vanuit mijn hart. Ik help anderen. En dat noemt men tegenwoordig ook. Mag ik u wat vertellen? Ik kom zelf ook uit witchcraft vandaan. En God heeft mij daar echt van, die heeft de blinddoeken wel echt van mijn ogen afgehaald. Ja, maar dan ik denk heb ik toch, toch dat dit een heel goed valletje voor ik is. Ik heb toch van God doen? Dit mogen doen, want God die heeft mij een gave gegeven. Ik ga hem in de tas doen, ja. God, ik denk dat God u wel die gave heeft gegeven, maar in de geestelijke wereld kunnen er ook leugens binnenkomen. En, maar leugens, ik weet wat leugens zijn. Ik spreek niet met de waarheid. Voordat u hierin tegen gaat spreken of wat dan ook. Ik bedoel het echt met een liefdevol hart. Ja, ik werk ook uit mijn hart. Maar er zijn ook demonen die er alles aan doen om ons gewoon echt te weerhouden. Ja, maar naar demonen moet je niet luisteren, lieve schat. Klopt. Nou, dat doe ik ook niet. Ik luister enkel naar mijn man en die zit in de hemel. En ik werk via mijn man, werk ik voor andere mensen weer, om alleen maar goede dingen te doen. Ik help andere mensen. Want er was ook een iemand die had in coma gelegen, maar zijn vrouw ook. Zijn vrouw heeft het niet gered. Hij kon geen afscheid nemen van zijn vrouw. Maar ik heb via mijn man die gaf het door aan mij en ik heb het weer doorgegeven aan hem. Boodschappen van zijn vrouw. Nou, hoe mooi wil je dat werk hebben? Nou, dat wordt tegenwoordig ook een heks genoemd. Daar kan ik niks aan doen. Dus ik ben een heks. Ja. God heeft je wel een gave gegeven. Alleen het wordt gebruikt in het verkeerde koninkrijk. Er is het koninkrijk van duister en het koninkrijk van licht. Ja, en ik ben van het licht. U heeft goede bedoelingen en dat begrijp ik echt. Maar heeft u ook de Bijbel?
Ja, je wilt niet weten hoeveel ik er heb. Oh, oké. Okay. Maar ergens ook in Deuteronomium. We zijn ook voor de kerk getrouwd, mijn man en ik. Ja, nee, dat maakt ook niet uit. Hè? Mensen bedoelen het ook altijd met goede intenties. En daar gaat het ook niet om. Alleen, het is wel belangrijk dat we ons echt op het woord gaan richten wat daar nou precies staat. En er wordt ook... Schrok je? Ja, dat ik weet niet meer in welke vers. Ergens in Deuteronomium. Maar er staat dus dat we... Dat er dus bijvoorbeeld ook iets met occultisme en dit en dat. En ja, er staat, wordt eigenlijk wel een duidelijk onderschil gemaakt, zeg maar. Van wat eigenlijk valt onder occultisme en onder het volgen van Jezus eigenlijk. In principe. Nou ja, ik ben baptist en ik luister dan via de computer. Want mijn lichaam kan niet dat meer aan om in een kerk continu te zitten zo lang. Het is 1,5 uur meestal, soms 2 uur. Nou ja, dat kan ik niet meer. Maar de waarheid zal u vrijmaken, hè? Ja. De waarheid van het woord zal u vrijmaken, krijg ik door. Ja. Dus maar dat, ik ben al vrij, want ik luister niet naar Den Haag. Dat zijn de zwarte hoeden in onze ogen. Wat de Bijbel ons ook leert, is dat wij nederig moeten zijn. En dat als God wel zegt dat het niet zo is, dat wij dat ook van hem aannemen. Dus dat wij in ieder geval, wat er ook gebeurt, als wat wij denken dat waarheid is, dat wij ons nederig opstellen naar God... En hem ons gewoon echt... Nou, mag jij mij nog één ding vertellen? Natuurlijk. Het komt op televisie en ik geloof dat het bij de reclame wordt. Ik weet het niet. Want ik ben een vlogster, zoals je merkt. Mm. En dan zit ik van mijn pc, ben ik aan het werk. En in ene hoor ik een vrouw zeggen... van alles wat niet Jehovah getuige is, moet dood. Pardon? Oké. Okay. Dan word ik kwaad, weet je. Dan komt echt die woede weer naar boven. Maar dat is ook de Bijbels, toch? Ik bedoel, Jezus kwam om mensen vrij te zetten, toch? Ja. Jezus zei ook, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Bedoel toch? Maar. Dus als wij ons op Jezus focussen, dan komen we ook achter de waarheid. Ja. Maar ook gewoon Jezus, hoe Jezus met mensen omging. Jezus is ons voorbeeld, hè? Ja. Kijk, en als wij naar Jezus kijken hoe hij het deed op deze wereld... Ja, dan is het antwoord toch zo simpel. Alles is te vinden... Oh, jij is sorry. Maar alles is te vinden in de Bijbel. Ja. Dus ik adviseer ook gewoon... Komt goed, meis. Ja, dat mensen gewoon lekker het woord ingaan. Komt goed. Mag ik wel voor u bidden? Je mag altijd bidden, maar het komt wel op de vlog. Vind ik leuk. Oh, oké. Nou ja. Oké, mag ik uw handen? 1 hand krijgen, want ik moet ervoor houden. Oké, dank u wel. Wat is uw naam? Ja, dat is Corina. Hallo. En op mijn vlog ben ik Corina en de Beestenboel. En Corina schrijf je met IE. Oké, nou dank u wel, Heer, voor Corina. Dank u wel, Heer. U kent haar hart, Heer. En Heer, ik bid ook gewoon dat als er onzuiverheden zijn, Vader, dat zij daarachter zal komen en dat de blinddoeken van haar gezicht af zullen vallen, Heer. Dat u dat van haar wegneemt, Heer. Dank u wel, Heer, dat u haar staat u ervoor open om gewoon te ontvangen van hem. Ik ontvang altijd van hem. Om ook gewoon nederig... Ik bid ook, Heer, dat zij er nederig zal opstellen... om gewoon echt de waarheid te onderzoeken, Heer. Dat occultisme gewoon niet samengaat met Jezus samen, Heer. Het is niet licht en duisternis, maar het licht dat duisternis uitdrijft, Heer. En dank u wel, Heer, dat u de blinddoeken van haar afneemt, Heer. En zo bid ik ook in Jezus' naam dat zij een openbaring zal ontvangen, Heer. Dat u zelf bekend maakt aan haar wat de juiste weg is, Heer. Dank u wel, Jezus. Amen. Amen. Dus, wees gezegend hiermee. Ja, nou, dat komt helemaal goed. En ik krijg het echt... Ga gewoon nogmaals lekker de Bijbel lezen. En vraag wat ik dus doorkrijg, is vraag ook gewoon aan de Heer... Je kan alles vragen. Ja, tuurlijk. Maar vraag en je kan ook van bidden waar je bidden wilt. Dan zit je op de wc, bij wijze van. Want als wij in onze stille tijd met hem zijn... Want heeft u ook al stille tijd met God? Ja, uiteraard. Oké. Nou ja, dan zou ik gewoon aan hem vragen van... Heer, want als u echt in die stille kamer met hem bent... dan is het eigenlijk alleen tussen u en God. Dus dan kunnen er geen demonen tussen komen. In principe. Waarom? Maar bij mij zijn geen demonen. Maar er is wel een geest van leugen... die gekomen is, dat geloof ik wel. Nee, want ik leugens, dat is bedrog, hè? Dat is ook zo. En maar soms zijn onze ogen nog niet volledig geopend voor bepaalde dingen. Het ligt er ook helemaal aan hoe je het bekijkt. Ik ken er 2 die dus liegen, maar dat zit dichter bij mij. Dat zou nou niet uitleggen. Maar het zijn niet de mensen die doen, maar het zijn demonen die mensen eigenlijk Ja, nou, demonen die jaag ik weg. Daar ben ik sterk in.
En hoe doet u dat? Nou, wegjagen. Gewoon weg. En maar kruis maken. Maar gebruikt u ook de naam van Jezus? Ja, en een kruis maken met je handen. Want eigenlijk, zoals... de Bijbel zegt eigenlijk dat het enige wat hoeven te zeggen... En ik heb beeldjes van Maria staan. Ik heb een kruis staan. Bij mijn televisie staat die. De ene keer staat hij bij mijn man. De andere keer staat hij op de televisie. Staat ook mijn man bij. Maar het enige wat wij nodig hebben is de naam van Jezus aanroepen. Ja, daarom. Want de rest hebben we geen beeldjes of wat dan ook nee, nodig. Nee, maar ik vind gewoon ook... ik heb ook een dierbare hoekje. Dat heet mijn gedenkhoekje. Ja? Dus. Ja, oké. Okay. Maar oké, hartstikke bedankt. Ja, voor nou ja, de moeite en voor het bidden. En, je hebt trouwens een leuk tasje. Ja, dank u wel. Maak ik nog reclame ook en ik word niet gesponsord. Wat voor dikke. En wees gezegend, hè. Ja, dank u wel aan jullie ook. Ga gewoon lekker het woord in. Maar vraag ook aan de Heer of dit echt waarheid is. Ja. Vraag echt of het waarheid is. Want soms moeten we ons gewoon echt volledig surrenderen. En ook gewoon echt ons nederig gaan opstellen. En niet denken dat wat wij denken dat goed is, dat het echt waarheid is. Nee, er zijn zoveel dingen, dan denken we dat het goed is, maar dan is het niet goed. Hart. En ik weet ook gewoon echt dat Jezus u gewoon echt helemaal vrij kan zetten en dat ook wil. Dus, en dat die geest van leugens, weet je, vraag het ook gewoon aan de Heer, spreek gewoon de naam van Jezus uit en ze moeten gaan. Ja. Ze moeten gehoorzamen aan die naam. Ja, dat weet ik. Dus dan moeten ze gaan. Dat is bij de baptistengemeente net zo. Hoef helemaal geen gekke ritueel of wat dan ook te doen. Dat is bij de baptistengemeente ook zo. Daar is wel u de waarheid wel. Nou, hartstikke bedankt. Oké, nou, best gezegend. En interessant voor mijn volgers. Nou ja, best gezegend allemaal. Ja, yeah, oké. Okay. Doeg. Jezus houdt van jullie. Hè, wie? Jezus houdt van jullie. Ja, zeker weten. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ik ben ook bij Marianne geweest en daar heb ik dit keer niet aan het filmen geweest. Ik weet niet wat ik heb. Ik heb weer last van mijn buik, maar niet dat ik naar de wc moet. Nee, allemaal steken en krampen en weet ik veel. Nou ja, het zal het weer wel wezen, ik weet het ook niet. Maar ik ben wel geslaagd en daar ben ik weer blij om. En ik heb nou al enig jaar geslaagd. Ik had weer met zo'n ring willen hebben, dat ik mijn vinger er weer doorheen kon doen met filmen. Maar ja, helaas, pindakaas die had hij niet. Ja, wel voor een ander model mobiel, maar niet voor mijn mobiel. Denk ik dan. Maar ja. Vlindertjes. Het is nou een boekje. Ja, het is nou een boekje. Ja. Dus ja, nou moet ik dus net zoals Karin gaan filmen. Bij de onderkant zo vasthouden. Heb ik dus ook gedaan, want ja... Dat we op de Beatrixstraat kwamen, ja, jullie hebben het gezien. Ik heb trouwens ook een koordje eraan voor de pols, maar ja, ik weet niet. Dat hebben jullie gezien. En dan ook met die mensen van het geloof. Ik denk, heb ik dat? Ja, dat had ik. Oké, ik ben baptist en dat is het. En daar blijf ik bij. En ik mag niet een heks zijn. Hallo, je hebt ook goede heks, ik weet het niet hoor. Ik werk vanuit mijn hart. Ze noemen het ook wel eens een vee of wat dan ook. Waarom staat die telefoon raar? Dan moet ik ook even mee aan. Kom op, omhoog, zo. Ik hou daar niet van. Moet netjes staan. Ja, en ik heb boodschapjes gedaan. Ook heb ik, dankzij Marianne, 2 nieuwe kaarsen. Dan met van die bewegende vlammetjes. Ja. Dus die gaan we ook vanavond installeren. Wat gaan we eten vanavond, zometeen? Pizza, lekker. Dus ik moet mijn bord even afwassen, die ik gisteren had met mijn makreel erop. Gaan we lekker die eten. Maar ik heb ook nog weer nieuwe bloemetjes, 2 stuks. Tulpjes gekocht. Ja, 2 borsten voor 5 euro. Nou ja, oké. Ik heb 2. Nou ja, 2 paard. Ik heb er eigenlijk 1. Maar eentje komt weer op mijn bureau te staan. En de andere weer bij mijn mannetje. Kan helemaal goed. Ze kunnen wel goedkoop, hè? Ja, dat hebben ze wel weer laten blijken. 2 stuks. 1,99.
Ja. En in jaren, ja, ik heb het wel gehad, maar dan in pot, ja, maar nou, bio, oftewel gezond. Dus ja, dat gaan we ook van de week eten. En dan moet ik eventjes blauwe handschoenen van boven halen. Want ik ga dat natuurlijk niet met zoveel ringen om schoonmaken. Dat doen we maar niet. Nee. Dus dat gaat lekker de koelkast in. En ik heb nog champignonnetjes. Ach, ik kom wel erin. Wat is dit? Oh ja, van de bloemen nog. €5. Ja, schat, ik hoor je. Even geduld. Eventjes geduld. Nou, ik heb weer 2 flessen wijn. Tenminste, 1 pak en 1 fles. Dat is de notenwijn en deze. Ja, helemaal lekker, lekker, lekker. Lekker, lekker, lekker. Ja, echt waar. Hup, dan gaat die daar. Zo, nou dan ga ik. En ik heb hier mijn heupgordel van de meisjes uitlaten. Hoe heet dat nou? Ja, dit gedeelte gaat dus om mij heen, hè? Dit gedeelte. Ja, je moet er een jas erbij bedenken en al. Ik ben dan dikker dan ik nu ben. Maar dan heb ik mijn vest aan, dan heb ik mijn jas aan. En van de zomer moet ik hem weer inkrimpen. Dan wordt hij weer wat korter. Maar deze, die hier erbij loopt te hangen, en deze met die ringen eraan. Daar komen de meiden aan vastgekoppeld. Ja. En dan is het tasje voor snoepjes en die is nou leeg. Daarom ligt die ook op tafel. En die hier hangt te zwengelen. Die kan komt over tot waterbakje. Dus ideaal, ideaal. Maar ik leg hem weer even terug. Want de aardig ligt nou vol, want er ligt een pizza op. Er liggen bloemen op. En die is nou leeg. Ja, dus die ruimen we gewoon weer gezellig even op. Zo. Henkels naar binnen. Voilà. Zo. Ga jij nou er even tussen. Even langs dat tasje. Zo. Dus ja, dat dus allemaal, lieve vrienden. En ja, ik hoor dat ik niet zo'n pijn in mijn buikstreek had. Maar ja, gaat hopelijk wel weer over. En anders maar niet. Ja, hebben pech. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga Kandalf even binnenlaten. Ik ga de troep opruimen. Ik ga de bloemen in het water zetten en op een plek neerzetten. En ik gooi de pizza in de oven. En dan moet ook nog een vlog in elkaar zetten. Dus ik heb nog een hoop te doen. Maar in ieder geval, geniet van jullie avond. Maar hou wel jullie fatsoen. Gewoon doen. Wees aardig en lief voor elkaar. Dat ben ik ook. Ik heb trouwens net iets leuks op meegemaakt. Ja, ik heb met een bewaker gesproken en die heeft hoogstwaarschijnlijk wat voor mij te doen. Want die heeft een boek geschreven. Nou ja, iemand die dat kan, helemaal toppie. Ik zou het niet kunnen, nee. Maar in ieder geval, hij zal mij een filmpje doorsturen. Die moet ik even bekijken en zien hoe en wat. Hij zou nou daarnet gaan eten en terwijl die eet zou die dat eventjes doen. Nou ja, ik zie het wel tegemoet als ik tijd heb. Ik moet eerst tijd hebben en dat heb ik nou niet. Nee, wij gaan door. Maar in ieder geval, ik moest kijken of het wat is, ja of nee. En dan zal een afspraak maken en dan ga ik hem misschien interviewen. Hij heet Perry. Ja, ik moet aan Terry Baudet dan denken, voor mezelf, want die naam ken ik. Maar hij heet dan Perry, met een P. Ja. Nou, lieve vrienden, geniet van alles en geniet een beetje mee. Tot later.